jongens. Bodan, kom. Goed zo, jongen. Kom maar. Zo, de paarden gaan lekker naar stal. Nou, nieuwe week, nieuwe kansen. Dus daar gaan we weer. We gaan op weg naar een leuke vlog 3. Ik heb net 2 leuke consulten gehad. Helaas geen mogelijkheid om te filmen. Ik had mijn handen namelijk vol. En het is altijd makkelijk als iemand bij mij is om echt goed te filmen. Maar die was er vandaag niet. Dus volgende keer weer beter. Net even de paarden van de wei gehaald. En dat is altijd leuk, hè? Want hoe groot een dier ook is, je kan hem altijd leren volgen. Sowieso doet een paard dat vrij snel van nature. Maar nog steeds, wij hebben 3 paarden op stal. Hier één verstopt. En nog een andere grote kanjer. Maar echt niet allemaal volgens even braaf. Dus ook hierin hebben ze hun eigen karakter. En het is ook hoeveel vertrouwen hebben ze in je. Dus allemaal weer leuk vandaag. Goed begonnen. Ik ben heel benieuwd wat jullie nou graag willen zien. Laat me dat eens een keertje weten. Want dan kunnen we daarop inspelen. We zijn ons aan het voorbereiden voor de live sessie. Dus we beantwoorden vragen live. Maar we kijken ook altijd even voor het begin of we leuke vragen ertussen hebben die meerdere mensen... Waar meerdere mensen interesse in hebben. Die zijn we nu even snel aan het doorspitten. En de lijn die afzakt, Kirsten, jij vraagt dat, de lijn zakt af, zit hij dan te los? Hij zit of te los, of je gebruikt hem niet goed genoeg. Dus kijk eventjes naar onze filmpjes weer op YouTube, Aniek Winters TV. Ja. Wij hebben net een live sessie op Facebook opgenomen. Oh, ja, je kan wel even weggaan. En kijk hoe de Facebook hem nu heeft opgeslagen. Ja, ik kan daar echt heel hard om lachen. Kijk die Feline zitten. We krijgen ook subsidie op haar. Ik ga nu naar een consult met 2 hondjes van een leuk stel. Ik hoop dat het een leuk stel is, maar daar ga ik natuurlijk wel vanuit. De ene hond heeft buiten wat problemen, de ander misschien ook wel, dat weet ik niet precies. En er zijn binnen nog wat dingetjes, dus ik ga eens kijken wat ik kan doen. En dan ga je gewoon een beetje naar links, zodat die vrouw rechts kan passeren. Oh, ze gaat voor jou weg. Maar normaal gingen ze waarschijnlijk al blaf, of niet? Nou, normaal ging hij rechts. Oh, ging je rechts, oké. Dan sloeg je snel af. Ja. Ja, dan speelde je gewoon vast. Ja, eigenlijk wel. Nou, volgend hondje daar komt eraan. De blaffende hond komt tegemoet. En kijk, die 2 toppertjes. Goed gedaan, hoor. Dat mag niet, hè? Dit was een leuk consult, want ik vind het altijd zo leuk als mensen echt gewoon niet kunnen geloven hoe snel een hond kan veranderen. En het was heel leuk, want die jongen zei de hele tijd, die man waarvan het hondje ook was, nou, ik kan toch niet geloven. En ik was een beetje sceptisch, maar ik zie nu hoe goed het kan gaan, heel snel. Dus dan ben ik helemaal blij. En hoe simpeler mensen het eigenlijk vinden, hoe beter ik weet dat ik het goed heb uitgelegd. Dus top consult. Je hebt net stukjes kunnen zien. Ik denk dat jullie het helemaal met me eens zijn dat ik er volop vertrouwen in kan hebben dat het goed komt met deze mensen en deze hondjes. Dus lekker aan de wandel en ga met die banaan. Er schoot me ineens nog iets leuks te binnen. Vanochtend tijdens de consult was ook de vader van een van de 2 baasjes van de honden erbij. En de beste man had nog helemaal niet zo heel veel gezegd. En ja, hij keek gewoon toe vanaf een afstandje. Hij zorgde ook soms voor de hond. Dus hij wilde er graag bij zijn. En ineens zei hij van, ja, naar mij luistert de hond altijd. Ik zeg, nou, dat is mooi, hè? Dan heeft u vast de goede energie, hè? Straalt u vast het juiste uit. En toen zei hij van, ja, ik zeg gewoon, zit of niet. Dus de hond luistert altijd. Ik moest even nadenken, wat bedoelt hij nou? En toen begon ik echt keihard te lachen. Ik vond het echt fantastisch. Natuurlijk, de hond kan zitten of hij kan het niet doen. Maar hij luistert in ieder geval altijd. Dus onthoud het, kan altijd. Vanochtend ben ik de dag begonnen in Enkhuizen, maar tijdens het gesprek bleek dat de hond wel ietsjes meer hulp nodig had dan enkel een consult. En zijn baasje heeft er ook alles voor over om deze hond weer stabieler te krijgen. De hond is namelijk bang voor knallen, alles wat harde geluiden maakt en kan dan bijna niet meer uitgelaten worden. Het enige wat ze dan nog wil is terug naar huis. Maar ook andere honden vindt ze soms wat spannend. Ze is niet super sociaal en daarom hebben we besloten voor een interne hoedenopname te gaan. En gelukkig wilde haar baas dit ook doen. Ondanks dat ze al wat ouder is, ze is al 1 jaar of 10. Maar ik ben blij dat ze het doet, want ik weet zeker dat de hond heel veel
fijner zich uiteindelijk gaat voelen. Ik ben haar nu aan het introduceren in de roedel. Even kijken waar ze verstopt is. Ze liep net nog achter mij. Ze vindt het super spannend. Maar ze doet het eigenlijk best wel goed. In het begin was ze echt dat ze niet in de buurt durfde te komen. Maar nu, 10 minuutjes later, doet ze het eigenlijk al wel heel erg goed. Voor de eerste keer. Nou, daar gaat ze. Kijken wat ze gaat doen. Ik ben heel tevreden voor nu. Dus ze kan alleen maar beter worden. Gaat al beter. Kijk, zijn staartje. Sommige stukjes gaat het al beter. Voor de eerste keer, ik ben trots op je. Tam, wat heb je met deze hond gedaan? Nou ja, die leg ik gewoon neer. En die heeft er geen zin meer in het leven. En dan stap je gewoon poep, en dan is het zo. Hallo. Dood. Ben je depressief? Hij schatje. Hallo. Wow. Abelou denkt dat hij bruin wordt. Abelou is altijd onze zonaanbidster. Hallo, die zit op mijn hond. Deze hond die wil heel graag... Abelou wil net zo bruin worden als Storm. Oh ja. Ze eet beeld. Oh. Verpest ik nou je schoonheid? Ja, onze prinses. Ik ook? Oh, prinses. Je ziet wel weer wie hier de baas zijn. Even genieten van het zonnetje hoor. Moet toch ook gebeuren? Hè? Kijk, dit is Pepper. Die is nu lekker bij ons aan het logeren. Die is ooit voor roedelopname bij ons geweest. En nu is hij helemaal zen. En natuurlijk mijn vriendinnetje Coco. En alle andere vriendjes zitten lekker om ons heen. Het is gewoon weer eigenlijk a day at the office. Hè? Zeg maar dan maar. Iedereen wil toch zo'n baan, denk ik. Tam, wil je ook zo'n baan? Nee, ik heb al zo'n baan. Maar je hebt al zo'n baan natuurlijk. Ja. Bobby, ben je blij met je baan? Ja, hondenbaan. Hondenbaan. Ja, dat is leuk toch? Vooral met dit weertje. Ja, ja, nu is het echt wel fijn hè? Ja, echt lekker. Het is echt heerlijk. Ochtends ook, dan is het gewoon licht, weet je wel. Lekker hè? Het is gewoon echt weer zomergevoel. Bob is heel geïnteresseerd aan het werk, je ziet het op je telefoon. Ja. Nee, Bob die stuurt alle baasjes altijd filmpjes. Dus wij maken van de hondenopvang en van de honden die blijven logeren voor vakantie en zo, maken we altijd filmpjes. En die sturen we dan naar de baasjes, zodat ze een beetje een idee krijgen van wat we hier allemaal doen met de hond. Leuk hè? Vanochtend ben ik de dag begonnen helemaal aan de andere kant van het land. Deze mensen zijn van de Randstad verhuisd naar een groot huis helemaal in de Veluwe. En zij hadden een leuke Zwitser aangeschaft die de boel bewaakte. Iets te goed soms, want hij sprong tegen mensen wel eens op die op het terrein kwamen. Ook trok hij wat aan de lijn. Konden ze niet lekker met hem wandelen buiten. Ze hebben net een baby gekregen en ook wilden ze graag met de kinderwagen samen leren lopen. En dat hebben we dus opgelost. We zijn ook nog eventjes gaan kijken van hoe kunnen we hem nou beter leren luisteren buiten. Want ze hadden een heel groot terrein. Maar ja, die hond die dacht ook dat eigenlijk alles zijn eigen terrein was. Dus hij ging lekker struinen. Soms belandde hij bij de buren. Of dan weer ergens bij een paard op een weiland. Dus we hebben hem geleerd wat beter te luisteren. Maar vooral het aan de lijn lopen met de kinderwagen. Zo'n klein spruitje erin. Dat is natuurlijk fantastisch. Kan het ook. Ja, lekker toch? En dat zo snel hè? Ja. We zijn net onderweg. En daarna zijn we naar... Ben ik naar een Stafford gegaan. De baas was altijd het speelmaatje alleen maar van de hond. En de hond had hem een beetje als zijn bezit toegeëigend. En toen de baas dus wat regels op ging leggen, was de hond het daar niet helemaal mee eens. Dus het was even een struggle, maar he did it. Hij heeft het echt goed gedaan. Hij heeft zich niet uit het veld laten slaan. Zelfs toen de hond echt met zijn tanden bloot tegenover hem stond, heeft hij volgehouden. En uiteindelijk gaf de hond het op en zagen we een compleet ander beeld. Dus tof. Je doet het goed, alles wordt rustiger. Maar je doet het fantastisch, want je past je precies aan zijn energie. Dus zodra hij langzaam loopt, loop jij ook langzaam. Zodra hij scherper is, moet hij ook scherper reageren. Ik vind je fantastisch hoor. Prachtig, goed zo Jan. Mooi. Wacht, rustig wachten.
Wakker. Nou, ga maar daarin. Woon maar daarin. Ga dan eens naar binnen. Als hij daarheen gaat, gaat hij daarheen. Wachten. Ja. Jij gaat zorgen dat je rustig blijft, meegaat met die aanpas naar zijn energie. Maar uiteindelijk zorgen we ervoor dat jij weer de rol om hebt gedraaid. Rustig wachten. En waar het is, maakt niet uit. Op het moment waar het misgaat, los je het op. Juist, wacht. Ja, mag prima. Loop maar. En wachten. Wacht maar daar. Wachten. Goed zo, wachten. Blijf wachten. Behalve als hij gaat, dan moet jij ook gaan. Ja, goed zo. En wachten. Los het op, nou toe. Naar hem toe. Wachten. Keurig. Goed zo. Kom maar hierheen. Zo is goed. Mooi. En nu hierheen. Loop maar hierheen. Niks meer zeggen. Nu snel op naar huis en lekker een rondje hardlopen. Ik ga nog een rondje. Zo, goedemorgen allemaal. Het is zondagochtend. Ik loop even naar Maudy toe, want Maudy is onze hondenopvangmedewerkster. Of dat is ze nog. Want vandaag is haar laatste dagje, helaas. Ze wordt geopereerd aan haar knie, dus is ze minimaal 6 maanden uit de running. Dus heeft ze besloten om nu tijdelijk even dus bij ons weg te gaan. Wel logisch, want ze kan straks natuurlijk even niet lopen. Maar ik ga haar even gedag zeggen en bedanken voor alles wat ze voor ons heeft gedaan. En ik hoop echt heel hard dat ze ooit nog terugkomt. Maar ze heeft ook heel druk op school en zo. Dus ja, we gaan het even zien. Ik ga het eens even aan haar vragen. Maudy, ja. Vandaag is je laatste dag, hè? Ja. Vind je het jammer? Ja, ik vind het heel jammer. Maar kom je nog een keer terug? Je weet het niet. Ik weet het nog niet, maar ik hoop het wel. Kijk, Maudy is heel sneu. Jammer, maar we zijn wel heel blij met je geweest. En je moet wel heel vaak op bezoek komen, ja? Ja, is goed. Zo. Vandaag heeft ze nog allemaal vriendjes om mee te spelen. Dus nog een leuk laatste dagje. Hi jongens. Zo, ik heb Maudy een hele dikke knuffel gegeven en nu snel door, want ik ga een training nemen ergens anders op locatie met een paard van mij. Omdat ik binnenkort weer op wedstrijd ga na lange tijd, dus even oefenen ergens anders. Dus snel haasten en gaan. Daar gaat hij. 1, 2, heel goed. Het is weer voor deze week. Volgende week weer heel veel leuks. Vergeet voor nu niet te abonneren op mijn kanaal en eventjes te liken. En volgende week bij onze nieuwe vlog heb ik heel veel nieuws over deze kleine aanwinst. Doeg!